Als je reist met de trein, dat is me altijd, als je reist kom je op andere plekken. En ik kwam op andere stations, met name de grote stations. Die waren altijd fraai aangekleed, fraai verbouwd en die zagen er heel mooi uit. Maar station Deurne was een heel lelijk eentje, zullen we maar zo zeggen. En toen ben ik begonnen met de gedachte van ik ga dat eens veranderen. En eind 2014 heb ik samen met buurtbewoners een coöperatie opgericht. De gemeente die maakt de contouren, zeg maar. Hè. Die moet terrein inbouwen, wegen aanleggen en ook huizen bouwen. Dat doen wij. En dan is er de coöperatie is ontstaan om allemaal de plusjes erop te doen die er eerder niet waren. Zoals de watertappunt, een zwerfboekenkast, maar ook de historische foto's die we aan hebben gebracht. Fietspomp, het oplaadpunt voor de smartphones. Het resultaat is dat mensen die hier nu komen en die hier wonen en werken, die nu zeggen van, nou, wij zijn trots op dit plein. Ja, een groene oase binnen het stedelijke Deurne. Het is een vorm van inrichten dat mensen het meer als een ruimte zien waar zij in hun vrije tijd ook een keer willen rondlopen. Dus het nodigt uit en dat is wat wij willen.